Strijders, zijn we er toch ingeluist? Die titel wilde ik al bedenken voor vandaag. Maar wat is er allemaal gaande? Het is niet te geloven. Voor degene die er nog niks van hebben meegekregen, ik ga het vertellen. Maar we zijn erin geluist, erin getuind, erin getrapt. Dat was eigenlijk wat ik al in mijn hoofd had voor vandaag. Omdat ik ineens zat te denken, mijn team is er de afgelopen 2 maanden eigenlijk amper op vooruit gegaan. Wat zeg ik? Ik denk misschien zelfs wel op achteruit. Deze kaart, nou heb ik speciaal gewacht tot 7 uur om op te nemen. Deze kaart zou naar 87 moeten zijn op dit moment. Deze kaart zou naar 87 moeten zijn. En Smalling, die ik inmiddels op de transferlijst heb gezet, die zou nu ook moeten worden geüpgrade. Maar goed, doet er niet toe. Bottom line is dat ik dus eigenlijk een team heb met verschrikkelijk veel untradables. En ik ben er gewoon een klein beetje ingetrapt. Maar ondanks 2 maanden vol met elite resultaten, helaas niet zo vaak meer elite 1, maar volop elite resultaten, letterlijk een stuk of 10 Icon SBC's, party bags en wat gegarandeerde meukpakketten. Echt helemaal niks opgeschoten. En dan ben je dus toch gewoon een klein beetje in de val van EA getrapt. En heb ik de verleiding niet kunnen weerstaan om al je, ja, zuur verdiende coins of geïnvesteerde geld. Want hier zit toch zo'n 2000 tot 2500 euro in. Dan zie je al je geld dus verdampen naar allemaal untradable spelers. Die ik eigenlijk bijna niet meer tot een lekker teampje kan bouwen. Ik heb wel wat in gedachten, natuurlijk. Dat sowieso. En ik ben ook na gaan denken, die Smalling, dat zijn bijvoorbeeld vette kaarten. Maar hij heeft gewoon niet genoeg snelheid voor achterin. Ik speel zo ver naar voren. Ik word altijd gepakt met die steekballetjes. Je moet gewoon echte snelle spelers hebben. En die Kluiber, die moet gewoon centraal spelen. Tavernier op rechts. Acuña ga ik misschien vervangen. We hadden nu Ashley Cole. Maar ik vind Dybala en Ronaldo nog wel goed. Dybala heeft wel echt iets. Maar wat te doen? Daar wil ik over nadenken. Ik wil even dat die fair upgrade. Hoe kan het? Het is 7 uur. Het is nog niet gebeurd. Eerst dit. Ik heb dus, wat ik net zeg, zo'n 2000, 2500 euro in dit account zitten. En al met al, als ik een beetje geluk had gehad, had ik waarschijnlijk 1 van de beste Prime Icons / Prime Icon Moment kaarten kunnen hebben. Of de allerduurste Team of the Year. Iets meer dan dat. Nou is er vandaag aan het licht gekomen dat er werknemers van EA, en kijk even naar deze tweets, het is echt heel ziek, werknemers van EA, ik weet niet of het 1 werknemer is of toch een paar, maar er zijn meerdere voorbeelden, dat die Prime Icon Moments kaarten en Team of the Year kaarten verhandelen op een soort zwarte markt. Jij kunt dus dat soort gasten mailen of appen of via Twitter een berichtje sturen van, hey, ik wil die en die en die Icon Moments kaarten, wat moet ik daarvoor betalen? Die gasten zeggen, kost je 1000 euro of kost je 2000 euro, 2000 dollar. Dat is een beetje de maximumprijs die ik heb gezien. En pats, boom, dan heb jij een paar van de beste kaarten in je team. Dit is echt een schandaal. En ergens, de mensen die het betalen, ik snap het. Ik snap het. Want kijk wat ik er nu in heb gestopt en kijk wat ik heb. Dus ja, dat is niet per se fout. Maar de fout hier ligt natuurlijk gewoon bij EA. Zij verzinnen kaarten die je vervolgens toch nooit van je leven in je team kunt gaan krijgen. Zelfs Prime R9, niet eens de Moments, maar zelfs Prime R9 is volgens mij niet op de markt. Ja, eentje voor 13,5. En dan is die Moments dus nog ongrijpbaarder. Zelfs in drafts zie je dit soort kaarten bijna niet voorbij komen. En er is gewoon een soort ziek systeem ontstaan. Je wordt ook niet beloond voor je goede prestaties. Snap je, kijk naar die top 200 rewards altijd. Het is echt te schraal voor woorden. Al stop je er duizenden euro's in, speel je deze game elke dag en haal je goede resultaten. Zelfs dan is het eigenlijk onmogelijk om zo'n speler op een normale manier te krijgen. Je moet een van de aller ziekste traders zijn. Of een van de paar miljoen. Een van die hele lucky bastards. Maar die kans is zo klein. Er is echt een soort ziek systeem ontstaan. En alles draait uiteindelijk dus om geld verdienen. En om mensen het gevoel geven dat er een kans is. Maar die is er niet. En dan blijkt dus dat je die ziekste kaarten van de game gewoon zou kunnen krijgen voor 1500 euro. Als je maar de juiste persoon van EA een berichtje zou sturen. Laat me weten wat jullie hiervan vinden, jongens. Het is echt wel ziek nieuws dat dit naar buiten is gekomen. Veel mensen voelen zich natuurlijk gewoon genaaid. En wat ik zeg, je wordt sowieso genaaid waar je bij staat als je al die SBC's doet en al die icon SBC's. Maar nu voelen mensen zich natuurlijk extra genaaid. Poh. Ik heb nu 1,3 miljoen munten. Ja. Ik heb nog 1 icon op de transferlijst staan. Die heb ik gebruikt voor Squad Builder Battle. Is nu te zien volgens mij op het kanaal van de veteranen. En ik heb die Smalling. Dus dat is nog 7 ton. Ik zit op 2,7 miljoen. Kijk, aan mijn spelers ligt het deels niet. Maar zo'n Van Basten, ja, je kunt er niks mee. Al die icons die ik heb. George Best is nog de beste. Ik vind het moeilijk, hoor. Kijk, Bruno. Het is echt gestoord wat voor market crash er is geweest. Bruno heb ik 3,9 voor betaald. Oh, hij is weer wat gestegen. Hij is bijna 3,6 waard nu. Maar ik moet zeggen, ik vind hem echt gruwelijk. Ja, wat ik ook nog serieus heb overwogen is deze kaart. Die Adam Armstrong. Want die linkt groen met Wayne Rooney. En dat maakt het wel interessant. Rooney krijg je nooit van je leven op chemistry. Ik heb al zoveel Britten in mijn team. En hij kan dus nog omhoog gaan ook. Als Blackburn het een beetje goed doet de komende tijd. Hij heeft echt wel zieke stats. 4 sterren skill. Goed voor de rechterflank eventueel. Maar ja,
ga je weer zo'n SBC doen. Kost iets meer dan een ton, valt ook wel weer mee. Deze SBC van Joe Hart heb ik ook voorbij zien komen, maar wil ik eerst eigenlijk even wat meer mensen over horen of dat echt een goede is. Anders kost je dat ook weer 150.000, terwijl je misschien niet zeker weet of je daar tot het eind van de game gebruik van wil maken. Maar goed, wel een lekker linkje met Joe Gomez natuurlijk. Wat ik sowieso even ga doen, ja, ik zit hier lekker te klagen over SBC's. Het moet toch ook een keertje mee gaan zitten, dat is de gedachte die je hebt. Deze SBC vind ik wel interessant, de 84 plus spelerkeuze. Krijg je meerdere dingen naast elkaar. Oké, dit team leveren we in. Ik heb er maar 2 hoeven kopen. Ja, misschien is dit wel de tactiek. Net als dat Joch altijd. Gewoon lekker veel klagen van tevoren. Klagen, klagen, klagen. Misschien horen ze dat. En dan krijgen we voor 1 keer iets goeds. 84 plus. Er kan van alles in zitten. Volgens mij ook zo'n what if promo of een inform. Even kieken. Kom op. Oh, zo. Ja, nou ja, mag je niet overklagen. Zie, ik zei het. Gaan we niet gebruiken natuurlijk, maar altijd leuk. 91 Lewandowski. Nou, geweldig. Die SBC's, jongens, fantastisch. Oké, what else? Deze gek. Ik ga hem wel even als favorietje markeren. Moet ik dit doen? Ik zit daar wel mee. Kijk, voor mijn gevoel is Rooney namelijk wel echt iemand die kan gewoon in de basis. Dat is echt, die is top. Die stats van hem zijn bizar. Alleen, je krijgt het niet makkelijk gelinkt. Gewoon niet echt vol. En die Kleiber altijd. Ik vind Robben op zich goed genoeg voor de basis. El Shaarawy. Het is allemaal net geen meta, hè? Moet ik dan nu alweer afscheid nemen van Ronaldo? Is dit het moment om te zeggen van fuck it, Neymar, Mbappé, terug ermee? Ik kan dat doen. Laten we eens even kijken. Firmino, goed genoeg voor de basis. Zeker, zeker. Kijk, ik heb zo'n team gemaakt. Oh ja, Jori. Die hadden we gepakt. Nou, ik moet je zeggen, die what ifs, ja, ze stijgen toch niet. Het is niet normaal. Ik had hem maar gehouden. Och, ik had hem gewoon gelijk moeten verkopen. Oh, 80.000. Kijk, ik zit er sterk aan te denken om zoiets als dit te maken. Dit kan ik betalen als het goed is. Cruyff kost 3,8. Ietsjes meer dan Bruno Fernandes. Ik heb nu 2,7 op de bank. Ronaldo is 3 ton gezakt sinds ik hem heb gekocht. Maar goed, dat betekent ook dat Neymar en Mbappé, weet je wel, dat soort kaarten zakken mee. Dat is gewoon de markt. Dus op zich is dat niet zo heel erg. Neymar kost nog geen 6 ton. Mbappé iets meer dan 6 ton. Gaat er 1,2 van die 2,7 af. Kom je op 1,5. Ja, dit kan ik makkelijk halen. Waarschijnlijk zelfs nog beter. Misschien nog wel met Neymar in vorm. Dan denk ik dat ik wel weer iets heb gevonden met leuke spelers. Maar echt een keertje gewoon tegen meta aan. Oh. Doen we dus wel ook Bruno weg met een flinke tegenslag. Ik vind Bruno een gruwelijke kaart. Hij krijgt het gewoon allemaal niet gelinkt, jongen. Het is zo bizar. Ik krijg het gewoon niet gelinkt, jongen. Zal ik dit doen? En is die Robertson goed genoeg? Ja. Ik snap niet waarom deze kaart niet wordt geüpgraded. Wanneer gebeurt dat? Wel voorkomend weekend toch al? En deze ook, trouwens. Dan zou dit het team zijn. En dan wissel je in principe in de rust nog Rooney voor Leroy Fer. Het is wel een beest, hè? Fer en Firmino kunnen eraf. Met Rooney krijg je het gewoon sowieso niet goed gelinkt. Anders ga ik weer van die crisisspelers halen. Als die Armstrong, weet je. Dat is gewoon niet. Dat moet je gewoon niet doen. Ik denk dat we dit moeten gaan doen, jongens. Morgen gaan we het team bouwen. Oké, weet je wat? Dit is wat we gaan doen. Als jullie nou... Ik krijg altijd talloze DM's daarover. Maar ik vind dat ook heel leuk. Maar nu gaan we dat echt doen. Dit is het moment. Ik zit in de slechtste vorm van mijn leven. Mijn team is er niet op vooruit gegaan. Dit is wat we gaan doen. Stuur jouw oplossing voor mijn team in. Je mag alles doen. Je mag Ronaldo verkopen. Je mag Bruno verkopen. En los daarvan hebben we sowieso al 2,7 miljoen op de bank. Kom met de gruwelijkste oplossing. Stuur dat eventjes naar dit e-mailadres. En dan gaan we daar gewoon een poll van maken. Morgen gaan we dan echt mijn team bouwen. En dan doen we dat op basis van jullie input. Want ik weet het niet meer. Dat gaan we doen. Thanks jongens. En vergeet niet allemaal even een berichtje te sturen naar die medewerker van EA. Want dan hebben we allemaal Prime Moments R9. En dan praten we nergens meer over. Thanks voor het kijken jongens. Tot morgen. Adios. Ciao ciao.